Ja, op weg naar Antwerpen. Ja, Sportpaleis. En wat gaan we doen? Met jou. Ja, dus een jaar op zitten wachten. En eindelijk is het zover. Nou, we zien jullie in het Sportpaleis. Ja. In de Lotto Arena, nee, in het Sportpaleis. Na een uur rijden voor een parkeerplaats, staan we naast het Sportpaleis. We zijn er gewoon. Ja. En we staan gewoon bij de ingang. Echt, geweldig. Ja, we zitten. Eindelijk. Voor een half uur. En dan gaan we beginnen. Het is 8 uur. Wij gaan genieten. Yeah.
zij is afgeknapt. Bekijk ons nou, we zijn weer terug bij haar. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. En al die dus geen kantoor is nu, dat jij geen moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe we moeten raken. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik doe alles om ons terug. Wat wil je van mij? Ik doe alles om ons terug te halen. En jij alles.
Ik ga het glas omhoog, dan word je aan mijn zee.
Want ik heb nooit genoeg.
diezelfde vragen als ze me zien op straat. Ik hoor me telkens zeggen, ik heb mijn best gedaan. Maar de waarheid is dat ik je heb laten na. Dat weet ik. Een doodse stilte heeft een nieuwe betekenis. Maar mijn vrienden zeggen dat het zo beter is. Ze zien me lachen, maar die glimlach meteen in mis. En dat weet ik. Nu tel ik de dagen, zit ik in mezelf te praten. Waarom liet je haar in de steek? Hey. Heb je alles geprobeerd of had je daar alleen beloofd? Zie je nu pas wat je mist, nu zijn je niet meer in geloofd. Je moet ermee leven, je kan er wel spreken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar worden uitgevuld. Maar me wakker, zeg me dat ik niet heb gedroomd. En dat ze zo meteen de kamer weer binnenloopt. Maar wat denk ik nou, het is allemaal van zo. Dus vergeet het. Nu mis ik haar woorden. Voel alleen maar ongelogen. Waarom liet je haar in de steek? Heb je alles geprobeerd? Je kan een showke geven. Echt waar. En wat er allemaal bijgekomen was nog. Oh. We hebben Emma Heesters gezien. We hebben Babette gezien. Van 1 op 1 miljoen. Mm-hmm. We hebben... Kleine. Snelle. Snelle. Kom ik even kleine. En Hanna mee. Ja. Van wat wil je nu van mij? Dus iedereen had die uitgenodigd. Ja, superleuk. Ja. En een drumband. Stond ja, overal, heel de zaal. Goh, was echt chic. Echt heel tof. Nou, dan gaan we even een beetje bijkomen. Even wat drinken, want ik heb een verrekkelijke dorst. Zeker. En dan gaan we s'avonds ons bed in, denk ik. Heerlijk. En dan morgen lekker een dagje luieren. Denk even de kerstversiering afmaken, want ja, het is 4 november vandaag. Ja, 4 november, ja. 5 november. 5 november? 4 november. Het is inmiddels 5 november. Ja, nou het is 5 november. 12 uur geweest. Ja. En we zijn al sinds 1 november bezig. Eigenlijk 31 oktober. Maar ik moet even overpakken. Want maar het maakt niet uit. Oh. Dus het is veel werk. Die kerstboom en alles. Dus, maar goed, dat gaan we morgen denk ik verder doen. En verder heel weinig. Ja.
denk ik ook. Een beetje schoonmaken misschien. Ja. Misschien. Dus gaan we eerst wat kanen, want ik heb honger. Ja, en dan gaan we afsluiten. Nou, doei! Jammer, niet helemaal.